Welkom, Frank Bruijnes staat naast mij, de trainer van Kampong. Officieel gedegradeerd na deze wedstrijd, 1-1, na de uitwedstrijd met Staphorst. Ik stond net even met Jordan Zeeuw na te praten, een speler van jou, want die mag ik lesgeven op de Hogeschool Utrecht. Dus ik stond er even na te praten, maar hij zei van, dit is wel een beetje symbolisch voor ons hele seizoen, klopt dat? Ja, dat komt wel overeen met... We hadden het net over een wedstrijd of 14, 15 die we zo hebben gespeeld. Het grootste verschil zit hem nog dat we deze dan gelijk spelen. Meestal krijgen we hem dan nog wel net tegen in de laatste paar minuten. Maar dat we hem zelf niet maken, een winnende goal of in ieder geval de goal om op voorsprong te komen, dat is wel heel symbolisch voor het seizoen. Ja, ja, want nou, ik zag een leuk voetballende ploeg. Veel kansen gemist, dat is ook exemplarisch. Ja, juist dat stukje dat we vrij goed mee kunnen voetballen. Bij vlagen ook wel de bovenliggende partij kunnen zijn. Maar dan het aantal kansen dat we creëren is meestal niet zoveel. Maar het zijn meestal wel hele goede kansen. En die scoren gewoon te weinig. Zeker in een beslissende fase richting het einde van de wedstrijd. Wat ik zei, dan is het ook wel symbolisch dat we meestal tegenkrijgen. En dat in dit geval bleef het dan bij een gelijkspel. Ja, en nou ja, dan ga je naar Staphorst. Hier staat ook nog wat op het spel, zoals je weet. En dan verwacht je toch veel strijd. Dat ging eigenlijk best makkelijk, die eerste helft voor jullie, denk ik, of niet? Ja, ik had daar iets meer van verwacht. Ik had iets meer strijd, iets meer duelkracht verwacht van Staphorst. Al moet ik ook wel zeggen dat wij hadden natuurlijk van tevoren, weet je, dat het een heel lastig verhaal voor ons gaat worden. Dus of we nou heel erg druk waren met de tegenstander en of dat ook de aankomende weken zijn, valt misschien nog wel mee. Veel focus op onszelf om ons eigen plan te maken en ons eigen spel te spelen. Omdat we daar ook mee verder moeten naar volgend seizoen. En de meeste tegenstanders die treffen we daarin niet. Dus we gaan dat zien. Ja, nou ja, tweede helft werd meteen die gelijk maken. Jullie kwamen in de eerste helft natuurlijk op voorsprong. Die gelijk maken viel meteen naar rust. En nou ja, jullie lieten aantal kansen liggen. Staphorst in blessuretijd aantal kansen. Maar goed, daar zal ik met de trainer van Staphorst zo meteen nog wel even over napraten. Hoe ziet nu de rest van het seizoen en richting komend seizoen voor jullie uit? We hebben nog 3 wedstrijden waarbij we onder andere Volendam en Geenemuiden nog treffen. Dus dat zijn wel leuke wedstrijden om nog nou ja, in ieder geval te spelen, laat ik het dat zo zeggen. Waar natuurlijk ook weer druk staat bij de tegenstander. Net als vandaag, de druk ligt veel meer bij jullie dan dat het bij ons lag. En we hebben volgende week VVSB. Dus die treffen we ook nog. Dat kan nog wel gunstig zijn voor jullie. Wij hebben nog 3 goede weken voor de boeg. Dat weet ik wel zeker dat het goede weken zullen zijn. De afgelopen weken waren ook goed. We hebben daarna eventjes even een vakantietje. Dan gaan we weer even trainen en hebben we weer een vakantie. We hebben geen contractspelers, dus we zitten een beetje moeilijk om heel vroeg te beginnen in de voorbereiding. Dus we hebben het in 2 blokken opgesplitst. Sfeer in het team is goed. We balen dat we gedegradeerd zijn, maar het zat er de laatste weken wel aan te komen. En het is frustrerend de manier waarop. Als je dan, ik zou wel graag wat vaker helemaal weggespeeld zijn en dat we daardoor gedegradeerd waren. We zijn 1 keer een hele wedstrijd weggespeeld, uit bij Sparta Nijkerk en verder 2 keer een helft zijn we echt weggespeeld. Verder helemaal niet en kunnen we in mijn ogen te goed mee voor op het niveau om op deze plek te eindigen. Dat is vervelend. Ja, ja, snap ik. Nou, veel succes en niveautje lager en met het uiteinde van de derde divisie natuurlijk. En hou de sfeer goed, hoor ik. Dus, oké, ja, dank je. Paul. Dag Paul. Ja. Ik denk dat jij van tevoren hoopt op 2 punten meer. Ja, laat het duidelijk zijn. Dit was voor ons een wedstrijd dat 3 punten moet. En ja, dan ben je natuurlijk met 1 punt niet tevreden. Maar ja, je moet ook realistisch zijn dat er denk ik vandaag ook niet meer, veel meer ingezeten heeft. Nee, had ik net met de andere trainer natuurlijk ook al over. Het was helemaal geen verkeerde voetballende ploeg, zeg maar. Maar even naar jullie zelf kijkend. Hoe vond je dat ze aan de start stonden? Want je hoopt dan in zo'n belangrijke wedstrijd, zijn allemaal finales die jullie natuurlijk voor de rest nog spelen, maar dat ze nou ja, met iets meer strijd aan de start komen. Ja, nou ja, alles wat je gezien hebt, hebben we niet afgesproken. Dus dat is ook simpel.
Nee, we hebben echt twee weken lang, natuurlijk twee weken geleden, ben ik eigenlijk misschien nog wel meer zuur van de nederlaag als vandaag. Want ik vind dat we vandaag gewoon niks meer verdiend hebben. Maar twee weken geleden hebben we zo goed gespeeld. Ook aan de bal hadden we dik verdiend om, nou gelijk, maar eigenlijk om te winnen, denk ik. En die win je dan niet. Ja, en vandaag, we hebben twee weken lang alleen maar bezig geweest met strijd. Dat we spelen thuis, we moeten de publiek erachter krijgen. Kampong, met alle respect, ze speelt eigenlijk nergens meer voor. We waren natuurlijk eigenlijk al zo goed als gedegradeerd. Dus ja, die moet je dan het gevoel geven dat hier niks te halen valt vandaag. En dus we hebben eigenlijk, ja, net wat ik zeg, wat je gezien hebt, hebben we totaal niet afgesproken. Want we wouden volle bak druk vooruit zetten, doordekken, iedereen volle bak vooruit. En ja, dat alles niks teruggezien. En het meest slechte was denk ik nog hoe we aan de bal waren. Aan de bal was het was vreselijk. En heeft dat dan met die druk toch te maken? Of, ik stond met Dirk ook even na te praten, heeft het te maken met dat nu meer van je verwacht, omdat je het initiatief hebt, zeg maar. En bij een Hercules toch wat meer bij de thuisspelende ploeg daar. Ja, dat zal misschien een klein beetje meespelen. Het enige wat ik ook tegen die jongens gezegd. Kijk, er wordt heel veel wat je ook aangepraat. Hè, van dan komt er druk op te staan. Dan denk ik van ja, druk. Wat voor druk hebben we? We zijn amateurvoetballer. We doen iets wat we heel erg leuk vinden. We trainen 2-3 keer in de week en we spelen op zaterdag een wedstrijd. En ja, druk. Ik bedoel, we spelen geen Champions League. Het gaat niet om banen als we degraderen. Ik denk van joh, speel vrij uit. Doe wat je leuk vindt en maak plezier. Maar ja, van dat alles vandaag niks teruggezien. Nee, dan kom je na rusten, na een moeizame eerste helft, kom je meteen op 1-1. En dan zie je af en toe toch even wat groeien. Je probeert met een aantal wissels nog wat te doen. Wat was daarbij je plan? Nou, ten eerste was natuurlijk in de rust besproken dat het dat we echt uit een ander vaatje moeten tappen. Bedoel, dat begrijpt iedereen wel. Het zijn allemaal clichés die iedereen gooit als trainer. Maar goed, dan kom je eigenlijk precies wat je wil. Na 1 minuut kom je op 1-1. En dan, je hoopt dat het dan een boost gaat geven voor je elftal. En dat hebben we, ik denk 2-3 minuten volgehouden. En daarna gingen we eigenlijk alweer terug in hoe we speelden. En dat had ook te maken met de tegenstander, hoor. Want daar heb ik ook alle respect voor Kampong. Als je in principe al verslagen bent en gedegradeerd bent. Als je dan nog deze mentaliteit, hè, qua duelkracht en alles wat zij op de mat legden vandaag. Dat echt mijn complimenten daarvoor. Dat vind ik echt knap. En daar hadden wij gewoon niet van terug. En ja, waar dat aan ligt. En je probeert wat je zegt nog met wissels. Want op een gegeven moment voelden we natuurlijk wel. We zien ook andere uitslagen. Hè, dat komt ook allemaal voorbij. Dus we moesten winnen natuurlijk om echt goed aan te sluiten. En dus dan probeer je nog heel aanvallend te wisselen. En ja, dan moet je ook zo realistisch zijn dat het ook misschien wel 1-2, 1-3 kan worden. Maar ja, dat is gewoon helaas jammer. Ja, zij hadden de beste open kansen. En blessuretijd waren jullie nog even dichtbij. Uiteindelijk toch 1-1. Nu het vizier op Hoogeveen. Hoe ga je ze daarop voorbereiden? We hebben net even heel kort nabesproken dat we kunnen wel gaan treuren. En de situatie verandert niet zoveel. We moeten nog steeds, denk ik, 6, 7, 8 punten gaan halen. Ja, en daar hebben we ook nog 3 wedstrijden de tijd voor. Dus ja, we kunnen wel heel moeilijk gaan doen. En we kunnen heel negatief zijn. Het is allemaal niks, dat weet ik. Maar we kunnen het ook nog gewoon redden. En het gat met Dem is geloof ik 3 punten. Nou ja, goed, met nog 3 wedstrijden te gaan is dat niet iets onoverbrugbaars, denk ik. Dus ik heb net tegen die jongens ook gezegd, het was niet goed vandaag, het was slecht gedaan. Maar je moet nu, in deze tijd, moet je bokkie voor elkaar staan. Kijk, als je wint, als het goed gaat, dan vindt iedereen elkaar leuk en aardig. Maar nu moet je laten zien dat je een team bent en dat je voor elkaar gaat strijden. En dat begint volgende week weer. We gaan maandag, woensdag lekker trainen en dan gaan we ons voorbereiden op Hoogeveen. En daar zullen we weer resultaat moeten halen. En dan, dat zeg ik ook elke keer in de groep, we kunnen elke keer naar Teletext gaan kijken naar andere uitslagen. Maar als je zelf niet wint, dan is het op Teletext kijken helemaal niet leuk. Nee, dan is het zeker niet leuk. Naast mij nog steeds een positieve trainer. Bedankt, Paul. En succes met de mannen richting Hoogeveen.